Goedenavond, dames en heren. Dag, jongens en meisjes. Cijfers en letters. En we zijn bezig met de kwartfinale. Ik hoop dat het weer een spannende aflevering wordt. Dat zal Riemen Reinsma met mij eens zijn, denk ik. Ja. We hebben vorige week niet veel rare of moeilijke woorden gehad... waar nog over gepraat moest worden, nee. Achteraf. Dus ik ben benieuwd wat het vanavond wordt. Ja. We hebben dus oude bekenden voor u. Rechts van mij zit Bertha van Veldhuizen. Een applaus. Bertha van Veldhuizen heeft ons vorige keer verteld... dat zij correspondente is bij een dagblad. Maar jij vindt eigenlijk het belangrijkste dat je oma bent, geloof ik, hè, Bertha? Ja, dat vind ik leuker, ja. Hoe lang ben jouw oma? Nou, 7 maanden. En wat is het? Een meisje. Overigens, mag een oma een kleinkind verwennen, vind jij? Nou, of het zal mogen, ja of nee, dat weet ik niet. Maar ik denk dat het automatisch gebeurt. Ja, ja. Jij lijkt me typisch iemand die dat doet. Ja. Leuk om jou als oma te hebben. Goed, veel succes. Ja. Bertha. Ja, dankjewel. Ook veel succes, Willem de Boer. Willem de Boer, jij bent product manager bij een kabelfabriek. Ja. Maar eigenlijk doe je nog veel meer aan sport, heb ik wel eens gevoeld. Je hebt verhaal verteld over atletiek en over trimmen. Heb je nog wel tijd voor iets anders? Ja hoor, ik kan mijn werk ook nog wel doen, maar inderdaad, sport... Ik vind dat je ook wel een beetje in beweging moet blijven. Want anders dan groei je helemaal dicht. Zeker als je wat een zittend beroep op een zeker moment krijgt. Je bent zo te horen een Fries. Ja. Waar ben je geboren? In Makkum. Makkum. Oh, ja, voor een mooie aardewerk. Ja, ja. Ja. Is dat nou reclame? Dat mag je niet zeggen eigenlijk. Hoor. Nou. Heb je wel eens de Elfstedentocht geschaatst? Ja, inderdaad. Ik heb hem geschaatst, maar... Ik heb hem niet afgemaakt, ik ben in Franeker afgestapt. Hoeveel steden betekent dat? Dat ik er 10 van de 11 heb gehad. Oh ja, net niet. Nou ja. Nou ja. Volgend jaar, of niet? Nou, ik denk dat we eerst een paar jaar wachten. Ja. We moeten een beetje rustiger worden, want de laatste keren met al die drukte daar. Nou ja, ja. Maar je bent geen wedstrijdschaatser? Nee, gewoon toertocht. Ja. Veel succes. Dank je wel. Dag, Vrouwkje Dagenvos en Wim Huygen. Ja. Vrouwkje, je bent helemaal... Afrikaans gekleed lijkt het wel. Safari look. Ja, ja, leuk. Ja, dank je. Nou, past al bij de zomer. We gaan beginnen. Kruis of munt? Jij mag het zeggen. Kruis. En het is kruis. Jij begint met het cijferspelletje. Eerste rij. Tweede rij. Derde rij. Eerste rij. Tweede rij. Derde rij. En twee... 75, 7, 1, 4 en een 2. En het getal is 517. 517, de tijd gaat nu in. Bertha, heb je? 585. En jij? Ik heb 517. Dan mag jij het zeggen. 7 keer 75 is 525. 525, ja. En 4 keer 2 is 8. En ja hoor, dat afgetrokken is 517. Heel goed. Prima. Dat zeg ik. Nou, jij begint met het letterspelletje. Een medeklinker. De W van Willem. Een medeklinker. F van Franeker. Een klinker. E van Eduard. Een klinker. Weer een E van Eduard. Een medeklinker. T van Tienes. Een medeklinker. G van Gorredijk. Een medeklinker. P van Pieter. Een klinker. I van Isaak. Een medeklinker.
J. van Johanna, de tijd gaat nu in. Willem de Boer. Hoeveel letters? 6. En jij? Ook 6. Dan mag jij het zeggen. Gieter. Gieter. Er zit geen R in. Ja hoor. Nee, er zit geen R in. Er zit geen R in. Nee. Nee. Oh, dat is een P. Ja, dat is een P. Heb je voor een R aangezien? Ja. Heb je per ongeluk verkeerd gedaan? Nou, dat moet ik, kan ik niet goed rekenen. Nee. Dan betekent dat jouw 6 punten naar Bertha gaan. Staat maar in 6. Wat heb jij overigens? Geitje. Geitje, dat is mooi. Dat zit er wel in. Iemand op de tribune met een langer woord. Er waren verkleinwoorden te maken met die J en die T. Nee. En Riemer? Wat gaat piefje. De computer? Piefje en Pietje. Piefje. Niet langer, maar wel aardig. Een piefje. Piefje, ja. Een Pietje van Pietje Precies. Ja, Pietje Precies en een Piefje. Ja, aardig. Bertha, je begint met het volgende letterspelletje. Een medeklinker. En van Nicolaas? Een medeklinker. P van Pieter? Ja. Een klinker. U van Uskwert? Een medeklinker. D van Dirk? Een klinker. I van Isaac? Een medeklinker. De H van Harlingen? Een klinker. O van Otterlo? Een klinker. E van Elspeet. Een medeklinker. De S van Sappemeer. De tijd gaat nu in. Letters. 6. 6 en jij? En ik ook 6. Dan mag jij het zeggen. Houden. 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 Dat ligt er inderdaad. Wat had jij? Huiden. Huiden. Dat zat er ook in, ja. Iemand anders iets? Nee, niemand heeft iets mooiers. En Riemer, jouw computer ook niet? De telefoon is blijkbaar gestoord. We hebben helemaal niets. Jammer.